assez pas en profondeur du côté de Louvain. Mise sur la vitesse de Karourou. Et ici Messoudi, la déviation de Thierry Curie. Regardez, soit ce ballon et la petite balle qui s'est gagnée, pas de hors-jeu. Qui fait partie des joueurs menacés de suspension en quart de carton aujourd'hui. Il y en a deux sur le terrain du côté humaniste. Robson donc, attention, ça s'y va suivre d'abord. Défenseur sur la droite, de la tête. Le ballon traîne alors. Maxime et Van Leko. Moulek. La tête de Jäger. Messoudi. Voor Kostowski. Oh, die gaat erin. Het is Reynaud die scoort. Messoudi op het hoofd van Reynaud. En de huurling van KV Kortrijk maakt zijn eerste voor Oud-Everlee Leuven. Kostowski. Messoudi, aangespeeld Messoudi naar Ryan. Messoudi. Messoudi zoeken, geen buitenspel. En is dat al een goal? Het is al een goal, nee, het is toch buitenspel van. En dit is geen buitenspel, denken we. Op dezelfde hoogte vertrokken. Messoudi met een beetje geluk. En dan een mooie cross richting David Wijns. Want het was een stevige inspanning. Snelle spelhervatting van Bailly. En dat had Briand goed doorzien. De paas van Messoudi. Messoudi, een goal ook. Dat is fraai, Ogun Jimmy. En dan gaan ze aan het klungelen bij KVO. Messoudi nog. Messoudi en hangel van Jordan Lukaku. Ongelukkige van de linksachter van KVO. En dan ontploft een dreef. Tje van der Biest die zal hier niet mee kunnen lachen. Het begint bij die slechte pass van Wissin, waardoor Berrier balverlies leidt. En dan gaat dit wel goed voor de thuisploeg. Maar dit mag natuurlijk nooit gebeuren. Briand en Schmisser. De schutter en Schmisser. Messoudi ermee aan de haal. Maar die doet dat helaas voor de bezoekers in eigen doel. Messoudi. Weer David Wijns zoeken. En deze keer ook effectief vinden. Weer Koppen Robson. Messoudi. Gedaan van Messoudi, nog altijd. Dan gaat Wijns diep, die moet hem nu krijgen. David Wijns, voor doel is een golok. Heeft Wijns dat gezien? En dan zat daar de hand bij van de schutter, leek. Scheidsrechter wil er niet van weten. Goede actie wel van Leuven met Wijns. Robson. Wijns. Messoudi, goede bal in de rug van Schmisser. Ogun Jimmy nu. Even staat te hinken. En dan toch met rechts die bal voorbrengt. Messoudi en Ogun Jimmy. Oh, wat was. Al veel volk van Kortrijk terug achter de bal. Een goal op. Trollen van Messoudi, een goal op. Messoudi, een goal op. Ogun Jimmy geeft hem een mee voor Geerts. Niet was afgesluit. Geerts ne pouvait pas. Nog eens accéléré, tout simplement. Ogun Jimmy. Messoudi. Wat een mooie combinatie. Messoudi voor Ogun Jimmy. Denis van Goetem. Avec Wijns. Messoudi. Messoudi à présent. Messoudi. Mooi voor Van Goetem. En dan de voorzet. En dan de voorzet. En dan de voorzet. Intercepté par Remakers. Remakers met ruimte bij Messoudi. Messoudi. Je komt slim naar binnen. De centre, de centre. En on parvient à conclure qu'il zou scoren. On peut aangeven van Messoudi. Excellent Messoudi, en Golok ne peut pas. Dit had hij echt wel beter moeten doen. Derrière lui. Et pris. Menga even neer. Deze bal wordt onderschept door Messoudi. Ruitings. Ruitings met Hoefkes. Twee ouderdomsdekens tegen elkaar. Ruitings zelf gaat nu vlammen. En hij schiet hem binnen. De mogelijkheden in de openingsfase.
Al was het spel in evenwicht en nam Lierse zelfs wat de bovenhand. Maar deze competitie, zijn allereerste. En daar zijn ze opnieuw. Daar is Mesudi, Nathan Goris. Nog eens Mesudi. Hier is Tony Watt, bal kwijt. Geen haast in een duel. Met Losada, doorspelen zegt Vervecke. Daar is Mesudi. Mo Mesudi, ruimte gevonden, ja. De spurt toch nog van David Wijns en dan de voorzet. Weggekopt. Ja, goede actie van Oud-Heverlee-Leuven. Goed bekeken door Mesudi. Al duurde het wat voor Mesudi. Repoussé par Blondel. Triskowski. Gerard qui va au charbon. Il permet à son équipe de récupérer le cuir. C'est mooi. Van Gerard, snel. Van Oagel. Mesudi. Naar de andere kant. Goed gespeeld van Goetem. Eén tijd. De voorzet voor Oagel. Dit is de manier om Waasland Beveren te ontwrichten. La remise en jeu. Iets meer initiatief. Dat hadden we wel kunnen verwachten. Mesudi. Le français. Au revoir. C'est intelligent. Goeie bal van Kenny op Mesudi. Mesudi. Pas de lateral voor Kostowski. Schel. Naar een vroeg doelpunt. Goeie bal van Mesudi. Kaart verdiend. In deze helft dan met een hele duidelijke na die fout op van Malowski. Alweer een fout van de Fransman. En niet meer genoeg drijven. Mesudi. Met de vrije trap. Dat is een goeie. Goeie bal van Kenny. Mesh qui va au duel, c'est intercepté par Gerard avec Van Gutem. Nu is Gerard heel snel naar die 2-1. Van naar de buitenkant, de voorzet. En dan is daar Gerard. De Camerounais. Van Mesudi. Mesudi qui fait un travail défensif absolument merveilleux. Gerard. Bal blijft voor Rachel. Mesudi. La machine louvaniste. Net aan het verdedigen, nu mee aan het aanvallen. Mesudi, een petit faute de Madelkens. Voor de even door Colmont. Dan het spuitgebrek door Mesudi. Voorzet van Thompson. Ruitings! Verdiende voorsprong. Goed voor de gegeven door Colmont. Van Gutem. Ballon en retrait. Robson. Pettersson. Mesudi. Mesudi. Qui attend de nouveau aux avant-postes. Voilà l'appel de Kostowski. On trouve Reutings. Le bon ballon pour Reutings. Le centre du gauche. C'est touché par Bojovic. Et ce ballon. Kričkovski. Et l'interception de Mesudi. Comment justement. Pas de solution. Voilà, il opte cette fois pour la bonne option. Voorzet van Mesudi bijna Kostowski. Gerard zal de repartement de l'OHL. Zekerheid nu voor OHL. Mesudi fait le bon choix. Alweer met een goede actie. Content de franchir, de défacer son homme. Gerard qui se bat. N'Golo Kouit se pose pas de question d'être en train de porter Kozemans qui peut absolument rien faire. Regardez cette défense un peu trop laxiste. De gauche est dit un génie en l'espace de 10 minutes. Il y a 4 ou 5 ballons et peut-être permis à ses coéquipiers de mettre le 5ème au centre. Mesudi. Je vous le disais, à sa 3ème ou 4ème. Dus gaat het richting Ruitings. Vlak blijft beneden. Ruitings kop terug. Kostowski was wel een mogelijkheid. Hij was doelgerichter. Wandalowski. Mesudi brengt hem voor. En Kostowski op de lat. Mesudi buitenspel, maar de vlag blijft beneden. Ja, dat heeft een lijnrechter vaak niet door als die van achter het veld komt. En een nieuwe kopbal. We gaan nog eens kijken. Hier de voorzet. En hier Mesudi die er nog in gelooft. Die bal voor krijgt. Kostowski moet springen en kan de bal dan niet drukken.
Maar een heerlijke aanval van de mannen van Ronnie van Geneugde. Bijna sensatie. Mesudi. Voorzet is goed. Eindig. Goeie voorzet. Mo Mesudi. En Kostowski. Soms heb je bij dit soort bal het gevoel dat je meer kans hebt als je... Mesudi. De bal vrijgemaakt. Mensen zijn boos op Kenny Thompson, omdat ze denken dat hij daar in de hoek bij die fase betrokken was. Het was Pettersson. Het was Leskin, die toch ook wel een beetje gefrustreerd was door zijn slechte match vanavond. Dat was het eigenlijk gewoon. Soudi, weer een goed balletje. De kans van Kostowski en Ryan. En alweer toch vertrekt het bij Mohamed Soudi. Prachtige paas. Het is zijn derde hoor. Vandaag twee in de eerste helft. Kostowski op de lat. Pettersson bij Mo Mesudi. Even moeite met de controle, maar dan wel op Heugli af. En de voorzet. En Kostowski. Robson kuilt naar voren. Kostowski. En hier Ruitings met de mogelijkheid. En hij scoort hem. Björn El Toro Ruitings. Leek in het tussenseizoen in augustus. Nog even gaan we door in deze voorlopig matige eerste helft. Zonder veel doelgevaar. En we kijken nog eens naar de thuisploeg. Golok. Met wat geluk door de benen van de Pauw. Mesudi. Komend nu vanaf links. Mesudi tussen twee tegenstanders en dan heeft hij een vrije baan. Kan hij gevaarlijk zijn. En dan wordt er wel gefloten door Laforce. Mesudi met de knappe dribbel. Tussen, want het duurt te lang bij Van Aken. Mesudi, Mesudi, een stiftertje, de goal. Knap werk van Mesudi en het doelpunt van N'Golo. En weer klinkt Sweet Caroline door de boksen aan een dreef. Van Aken verspeelt de bal aan Van Goetem. Mesudi met een stiftertje. Misschien hopen dat hij gewoon zelf binnenvalt en dus doelpunt achter zijn naam krijgt. Maar ja, ook reken het op N'Golo. En dat pakt prima uit. Assist Mesudi, goal N'Golo en 1-1. Is er een voor de bezoekers. Weggekopt door een Poku. Mesudi mag het een tweede keer proberen. Dat is een goeie, hè? Ja, goed verlengd ook. Met Hilde Leuven kiest zijn momenten. Verbaasd de kopbal. Eerst ook schop. Zeker is nu ook niet zo snel. Mesudi. Met de bal iets te ver voor zich uit. Hij fluit een penalty. Er zijn al veel, veel ergere dingen gebeurd in de 16 bij zo'n hoekschop of een vrije trap. Mo Mesudi. Mesudi met de 0-1. Jawel, Leuven op voorsprong. En boegeroep op de tribunes van het Albertpark. Van Geneugde blijft er rustig onder. Koudimbana naar de verkeerde hoek gestuurd. Mesudi. Zijn eerste goal voor Leuven. Ja. Mesudi, goede flankverandering. Hemschoot slordig. Golok. Mesudi. Mesudi. Hij blijft goed overeind. Mo Mesudi. Goede bal op Ogunjimi. Ogunjimi met Serijo. Te ver van de voet. Chimanga. En Mesudi. Maar
Mooi meegegeven. Boe. Draai terug. Goede flankwissel is dit. Messoudi moet hem laten tikken. En dan is het voordeel weg. Heeft hem toch nog. Messoudi met de voorzet. Daar is Gerards. Zoals hij graag komt. David Wijns. Messoudi. Serigioni vertrokken op de eigen helft. Dus geen buitenspel. Teruggelegd op Messoudi. En dan Ibu. En die bal gaat via de paal buiten. Wat? Messoudi. Ibu dus. Even raakte Kiet die bal nog. En dan was er Renault daar nog. Maar opnieuw Messoudi nu. Geen kwaaie voorzet en de goal, jawel. Doelpunt van N'Golo Kanté, de topschutter van Leuvendaal van het seizoen. Na iets minder dan een uur voetballen. 1. Geen buitenspel. Heerlijk balletje van Mo Messoudi. En netjes afgewerkt van N'Golo Kanté. Leuven. Lonowski, hier is Messoudi. En de kans en de goal. Wout Heverlee Leuven leidt met 0-1 Mohamed Messoudi. 8 minuten gespeeld. Omdat Mo Messoudi Wout Heverlee Leuven op voorsprong brengt. Er waren al wat doelpogingen geweest. Ook al van Leuven. Maar deze goede rake scherpe counter. Onder impuls van Bandolowski en Mo Messoudi zit binnen. 0-1, OHL. Terigioni. Messoudi, ja, daar is N'Golo Kanté. N'Golo Kanté met Bossuut. En 1-2. Opnieuw appel. Goeie bal alweer van Messoudi. N'Golo Kanté op een diefje. Stond daar mooi vrij, niet gedekt. En ontspeelde Sammy Bossuut. Zo kan Messoudi Oud-Heverlee Leuven terug in de wedstrijd brengen en hij doet dat ook. Het is 2-1. Messoudi met zijn tweede strafschopdoelpunt van het seizoen. Hij scoorde ook tegen KV Oostende van de stip. Zijn derde in totaal.